Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Ik moest vandaag even vroeg opstaan, want ik had een afspraak geregeld bij de huisarts. Ik had echt expres gedaan, want vandaag woensdag. Dinsdag was de persconferentie en ik was gewoon bang dat ik daarna niet meer naar de huisarts kon. Of weet ik veel wat. Of dat ze moeilijker, nog moeilijker gingen doen. Dus ik heb snel even een afspraak gemaakt. En ik heb vandaag tabletjes gekregen. En dit zijn tabletjes voor een allergische reactie. Dus ik hoop echt dat ze gaan werken. Want ze zeiden bij de apotheek dat het echt na 2 uur of zo dat het al voelt. Dat het werkt, zeg maar. Dus, en ik ga me zo even klaarmaken. Want ik ga met Nessie mee. Hij heeft een afspraak. Hij heeft volgens mij een kleine interview bij een radiostation. Dus we gaan daar even langs. Nou, daar gaan we, jongens. Ik hoop dat ik Ina van al mijn ellende af ben. Ik ben helemaal zat. Oh, ik heb even snel mijn make-up gedaan. Ik heb me niet omgekleed, want ik vond deze trui echt heel chill. Ik heb gewoon een zwarte broek onder. Gewoon een chill outfit, zodat ik me ook gewoon een beetje goed voel. Ik heb trouwens een trui aan van Nessie van Puma. Ik weet niet waarom, maar als je echt, echt wilt chillen en zo'n chill outfit wil, vind ik een mannensweater echt altijd veel fijner zitten. Ook al ga je voor oversize bij vrouwen. Een mannensweater is gewoon anders gemaakt. I love it. Hey, broodjes al. Ja, toch? Eating. Lekker eten. Eén, twee. Ja, ik wil een andere, hè? We zijn even langs de tank geweest. Ja. Ik heb na een heel lange tijd een broodje carpaccio gehaald. En van mijn Starbucks een amandelmelk cappuccino. En wij gaan nu naar? Wij gaan nu naar Hilversum, Radio 2. Bij Radio 2, ik wou zeggen, ja. Ik wou vertellen waar we naartoe gingen, maar ik wist niet goed bij een interview had. Ja, maar even snel eten, hoor. Ja. Ik neem echt nooit carpaccio, maar ik weet niet wat ik de laatste tijd ermee heb. Want laatst heb ik ook een carpaccio salade gehaald. Jas? Lekker? Ja, die brood ruikt echt lekker, man. Ja? Geen dan. Oh, ik hou. Oh, yes! Een beetje summit vibe. Kijk, van die broodje met sesam dash erop. Nou, jongens, we zijn er. Radio 2. We zijn aan het wachten. Ik kan het beeldscherm zien. Hadden we denk aan Gijs Staver, omdat ik denk aan toen hij bij de Rose zat. Ik weet iemand tegen hem Gijs Staver pik. Maar ik weet niet wie dat was. Ik mag dus niet naar binnen, want je mag maximaal met 4 mensen daar zitten. Dus ik ga hier lekker wachten in de keuken. En dan gaan ze naar binnen. Maar ik kan hem lekker op beeldscherm leuk zien. Leuk hoor. Gezellig. Zo, ik heb net zo even afgezet en nu ga ik door naar Twente. Vandaag is het woensdag en gisteren is dus tijdens de persconferentie gezegd dat vanaf nu alle horeca gaat sluiten. En dat is dus vanaf vandaag om 10 uur 's avonds. Dus ik ga nog even voor de laatste keer lekker uit eten met een vriendin. En dan blijf ik lekker een maandje thuis. Guys, ik ben nu in Apeldoorn en wij gaan nu voor de laatste keer gaan wij sushi eten. Dat gaan we doen bij Shabu Shabu. We hebben niet gereserveerd, dus ik hoop dat ze gewoon plek hebben. En anders hebben we pech. Anders wordt het gewoon chikifte, want ik zie hier in de buurt ook gewoon chikifte. Oh, lekker man. Daar heb ik ook wel zin in. Alleen een beetje onhandig om te eten. Oh, echt typisch guys, maar het is helemaal vol geboekt. En nu gaan we gewoon hier even op een marktplein voor rondlopen. Te kijken of er een andere leuke restaurantje is die wel gewoon nog even plek heeft. Ik snap het ook wel hoor, dat mensen nu opeens helemaal uit eten gaan en zo. Want ik denk dat het nog even duurt voordat het er weer mag allemaal. Kijk, ik zie daar een Griek. En ik zie daar ook een restaurant. Ziet er wel leuk uit. Kijk, deze grill is al dicht. Nou, het gaat goed. We reden dus eerst naar een Arabisch tentje hier. En die was ook al gesloten.
Dus ik denk dat mensen zich een beetje aan het voorbereiden zijn. Nou guys, wij zijn bij de Griek geëindigd. Het lijkt hier wel heel lekker, hè? Lekker brood vooraf met zo'n aubergine dip. Echt zin in. Ons eten is er. Ik heb dus moussaka besteld. Het is aardappel met gehakt en aubergine uit de oven. Ik heb een Griekse salade. Dolma. En lamskoteletten. Rijst en aardappeltjes. Dus we gaan lekker genieten. Guys, we hebben hier gegeten. Het was echt heerlijk. Ik ben al een tijdje thuis. Ik had een banaan op. Heb ik ook gewoon weer niet gehad. Wat wil je net doen? Ik heb banaan gegeten. Wanneer? Net. Je eet nooit bananen. Zie je? Dat is wat ik zeg. Ik denk dat ik even de vlog ga afsluiten. Ik heb echt heel slecht gevlogd vandaag. Oh, jas. Dus, bye bye. En ik heb vandaag boodschappen gedaan. Heb je al laten zien wat ik allemaal heb gekocht? Kijk hoeveel koekjes ik heb gekocht. Dat is echt niet de bedoeling. Want morgen echt beginnen met. Nee, dat is voor cheat day. Oké, cheat day. En ik heb ook chips. Ja, die barbecue weer. Die ben ik wel echt zat aan het raken, hoor. Ik mag wel eens een keer wat anders halen. Ook maar hetzelfde met jou. Ik heb het trouwens heel koud hier. Jij? Ik wil het warm zijn. Wat zeg je? Warm zijn dan. Oké, ik hoop dat je deze vlog leuk vindt en ik zie je morgen weer. Doeg!